Het Midden-Amerikaanse land Costa Rica is een tropisch paradijs. Het ligt tussen twee zeeën, de Caribische en de Stille Oceaan. Zowat 30% van het land is natuurbeschermd gebied. Het bergachtige eiland toont een enorme diversiteit aan landschappen en klimaten. Naast de maagdelijke stranden vind je er ook regenwouden, nevelwouden en vulkanen. De Arenal behoort tot de actiefste vulkanen ter wereld. Na zowat 4 eeuwen rust ontwaakte hij in 1968. Sindsdien stoot hij voortdurend rookwolken en gloeiende lava uit. Wanneer je je in het omringende park begeeft, vind je overal de sporen van uitbarstingen. Het park Rincón de la Vieja biedt de actieve toerist allerlei attracties. De vegetatie kent door een hoogteverschil van meer dan 1500 meter een variatie van savannes tot bergregenwoud en dwergnevelwoud. Je vindt hier warmwaterbronnen, dampende fumarolen en kokende modderpoelen. Deze ontstaan wanneer regenwater de poreuze grond incijpelt boven de magmakamers van de vulkaan. Het park ligt in de provincie Guanacaste, thuisland van de plaatselijke cowboys. De omgeving leent zich uitstekend tot het maken van een tochtje te paard naar moeilijk te bereiken plaatsen. Regenwolken uit de Caribische Zee veroorzaken riviertjes die overal de bergen afstromen. Sportievelingen kunnen genieten van een frisse duik in het heldere water. Het tropische regenwoud wordt onderverdeeld in 3 types. Het laaglandregenwoud, het berglandregenwoud en het nevelwoud. De 3 zijn in Costa Rica ruim vertegenwoordigd. Het tropische laaglandregenwoud wordt beschouwd als het echte regenwoud. De vegetatie reikt er tot 90 meter hoog. De toplaag van de bodem is dun. Hierdoor hebben de meeste bomen brede wortels. Het tropische bergregenwoud bevindt zich op een hoogte tussen 1200 en 2500 meter. De bomen worden hier minder hoog en de ondergroei is veel dichter. Het nevelwoud is een specifiek soort regenwoud dat zich tegen een berghelling vlijt, boven de 1500 meter. Warme lucht uit lager gelegen gebieden botst hier tegenop en condenseert het vocht in de lucht tot nevel. Door de hoge vochtigheidsgraad groeit er een zeer specifieke flora. Eén enkele boom uit het regenwoud kan gastheer zijn voor honderden kleinere planten. Stammen en takken zijn behangen met dikke pakken mos, klimplanten, varens en epifieten. De bomen van het laaglandregenwoud vormen het leefgebied van de luiaard. Hij hangt als het ware tussen zijn eten. De luiaard voedt zich namelijk met bladeren die hier voldoende en permanent aanwezig zijn.
Zijn uitermate trage bewegingen en een bruine vacht verbergen hem voor zijn vijanden. Algen en bacteriën kunnen deze vacht een groene schijn geven. De bladsnijders knabbelen stukken van bladeren en brengen die naar hun nest. Deze mieren torsen tot 3 keer hun eigen gewicht. De mieren zelf lusten geen bladeren, maar kauwen ze tot voedingsbodem voor schimmels die aan de mieren de gegeerde suikers leveren. Aan het hoofd staat een koningin. De tot 4 à 5 miljoen dochters slepen de blaadjes aan. Op de blaadjes worden kleine soldaten meegevoerd, die moeten verhinderen dat bepaalde vliegen hun eieren opleggen. De toegang tot het nest wordt verdedigd door grote soldaten, die venijnig kunnen bijten. De hete, vochtige tropen zijn ideaal voor reptielen, amfibieën en leguanen. En amfibieën lokken dan weer hongerige slangen. Brulapen zijn bekend om het luide en diepe geluid van de mannetjes. Hun grijpstaart is lang en sterk genoeg om het hele gewicht van het dier te dragen. Kapucijnapen zijn dagdieren die zich het liefst laag in de bomen ophouden. Ze komen frequent op de grond naar voedsel zoeken. Hun menu bestaat vooral uit rijpe vruchten en insecten. Costa Rica is een paradijs voor ornithologen. In dit kleine land komt 1/10 van alle bekende vogelsoorten ter wereld voor. Costa Rica kent wel 16 papegaaisoorten. Je vindt er de kleine groene parkieten tot en met de veel grotere rode aras. Met zijn speciale snavel en lange tong snoept de kolibrie de nectar uit de kroonbuis van bloemen. Door zijn zeer snelle vleugelslag kan een kolibrie als enige vogel in de lucht blijven hangen, vooruit en zelfs achteruit vliegen. Het Monteverde nevelwoud is een van de weinige plekken waar je de mythische quetzal kan spotten. Alleen priesters en opperhoofden van de Mayas en de Azteken droegen de staartpluimen als symbool van macht. De quetzal is ook het symbool van de vrijheid, want deze vogel kan niet overleven in gevangenschap. Een serie hangbruggen bieden als skywalk een heel andere kijk op de vegetatielagen. Van hieruit kan je vogels observeren in de boomkruinen. In de 60- en 70er jaren verdwenen de bossen in snel tempo voor de veehouderij en omdat hardhout veel geld oplevert. Langzaam beseft de bevolking dat het bos niet alleen geld oplevert door het kappen, maar ook door het ecotourisme. De bezoeker ziet nu de mooiste plekjes, maar op een natuurvriendelijke, verantwoorde manier. Op die wijze wil het land deze explosie van natuur voor de toekomst in stand houden.